Goedemiddag, u kijkt naar het weerbericht van Weerplaza.nl. We kunnen zien op de satellietbeelden dat het bewolkt is in een groot deel van het land. Maar vanuit het noorden komen opklaringen dichterbij. Dat is de achterkant van een storing die op dit moment over het land trekt. Uit de bewolking valt ook regen op een heleboel plaatsen. Als we naar de radenbeelden gaan kijken, dan zien we die regen ook over het land trekken vanuit het westen. We zien inmiddels op de Waddeneilanden dat het daar al langzaamaan droog wordt. In de komende uren zal het meer droog gaan worden in de noordelijke provincie. En in de avond en begin van de nacht uiteindelijk ook in de rest van het land. Vanavond nog veel bewolking, in het noorden dus al een paar opklaringen. De regen trekt al vrij snel naar het zuidoosten weg en verder koelt het af naar de graad of 5. De wind wordt zwak of matig, kracht 2 tot 4 uit het noordwesten. Komende nacht is het overal droog, in het binnenland komen er wat meer opklaringen voor, kan het een beetje nevelig worden. Het koelt af na 5 tot 2 graden en nog steeds staat een zwakke tot matige noordwestenwind. Dan morgen overdag, eigenlijk al vroeg in de ochtend, komen de eerste buien vanuit het westen weer het land binnenzetten. En in de loop van de dag vallen er vaker buien in het hele land met kans op natte sneeuw, hagel en ook een klap onweer is niet helemaal uitgesloten. Het wordt maximaal 6 of 7 graden, maar tijdens een stevige bui is het toch een paar graden kouder. En voelt het echt even kil en guur aan. Er waait een overwegend matige noordwestenwind. In het Waddengebied misschien even vrij krachtig, windkracht 3 tot 5. Dan woensdag, donderdag en vrijdag. Dan zien we de eerste dagen nog steeds kans op een enkele winterse bui. Er kan zeker in het binnenland soms ook zelfs wat droge sneeuw bij zitten. De middagtemperatuur ligt rond 6 graden. Op vrijdag blijft het droog. Verder in de nachten kan het licht gaan vriezen met minima tussen min 1 en min 3 graden dan kijken we dan nog wat verder vooruit. Naar de temperatuur dan zien we dat eigenlijk de komende tijd de middagtemperatuur tussen de 6 en 7 graden blijft liggen met zeker in het begin van de week volgende week ook nog kans op vorst in de nacht. Daarna wordt het iets minder koud. Ik ben Ben Langkamp van weerplaza.nl.